mensen hier weg kunnen krijgen, want de pleuren spreken hier half uit. Bro! Zijn we ready voor muziek eindelijk, jongen? Voor jou, dit is help, dit is een mindfuck, man. Oh ja? Dit is een mindfuck, man. Wat lekker! We zijn nu in San Francisco en we gaan naar de Golden Gate Bridge. Al waar we is een boom op gaan zetten over welk nummer we gaan schrijven. Want ik ben met Kraantje Papi en met Rolf Sanchez en ze zijn eerlijk gezegd al anderhalve dag bezig met teksten flarden te maken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik loop een beetje achter. Maar goed, ik loop ook al een tijdje mee. Dus ik haal ze wel in. Wat zwemt er hier? Weet je dat? Zeehonden. Echt? Maar waar zeehonden? Daar, op de, daar verderop zijn echt honderden zeehonden. Nee, joh. Ja. Ik weet niet of die jongens er wel zo'n behoefte aan hebben met zo'n oude man als ik nog een liedje te maken. Maar nadat ik ze omgekocht had met veel geld en drank, vonden ze het hartstikke leuk lekker. We zijn hier op Fisherman's Wharf. Een geweldig leuke plek met Kraantje Papi en Rolf Sanchez. We gaan even graag uit. Hoe ze het vinden hier? Ongelooflijk. Het leukste vind ik dat ik met jou ben. Ja, dat kan ik me voorstellen. We hebben wel even net een junkie gestoord. Ja, dat is de dagelijkse shot. Ja, die had gewoon net even een aluminiumfolie van de crackpijp gerold hier zo. Die stond net even te bezen. Nee joh, oh ja! Krijg nou een tering. Oh, scheisse. Lijp! Ja, ik heb nog nooit van mijn leven eens gezien. Ik ook niet. Daar. Nee, wat hard. Twee. Nee. Aan het begin was ik heel erg zenuwachtig met Thomas. Omdat ik hem, de allereerste keer dat ik hem ontmoette, was hij een beetje lullig, vond ik. Ik had een repetitie met Hazes, junior, bij Vrienden van Amstel. De allereerste keer dat ik mee mocht doen. Dus wij, vet zenuwachtig met z'n tweeën, want wij gingen Margarita zingen. Nou, dat is al een heel erg moeilijk liedje. En we gingen tweestemmig en alles. Wij naar zangles, met z'n tweeën, geoefend, zo'n druk op ons. En Thomas, die komt vet nonchalant naar ons toe. Ja, vond ik niet zo mooi. Dat was echt niet mooi. Maar ik kende hem niet. Dat is de allereerste keer dat ik hem sprak. En de tweede keer dat ik hem sprak, was in het vliegtuig. Toen dacht ik, oh jee, nu gaat het. Maar we hebben ook echt de hele vlucht gesproken. En dit is ook typisch Thomas. Op een gegeven moment zegt hij ook gewoon, maar genoeg gesproken, ik ga lekker een filmpje kijken. Hey jongen! Wat ik hier heel erg voel is, het is best wel vrolijk en het is gezellig de hele tijd. Ja. Die gezelligheid, dat wil ik ook een beetje in die track hebben. Ja. Thomas had ik sowieso nog nooit ontmoet. Wel echt een jeugdheld van mij. Nog steeds wel een held eigenlijk. En ja, het was leuk. We hadden in ieder geval allemaal wel wat dingen waarvan we zeiden, dat willen we niet dat het wordt. Ik gaf bijvoorbeeld aan van, ja, ik hoef niet per se erop te rappen. Ik wil ergens gaan zitten op een plek met sturing van jullie. Wat vet. Tussen zang en rap. Vet. En Thomas zei eigenlijk, ja, alles wat we willen, dat moeten we er gewoon in eerste instantie maar eens in gaan steken. Nu pas waardeer ik een echte knuffel. Nu pas waardeer ik weer wat we normaal hebben gevonden. Als ik je weer zie, het lied was wat duidelijk maakte dat het hek dicht bleef, wordt dit het nummer waarmee het hek open gaat. Dit is, we mogen weer, we zijn er weer. Nu waardeer ik pas. Ik wist niet dat ik het missen zou. Dat is eigenlijk natuurlijk. Oeh, die vind ik wel mooi. Ik wist niet wat ik missen zou. Ik wist niet wat ik missen zou. Dat vind ik een mooie. Maar ik wist niet dat ik dat zo missen zou. Ik was echt meteen heel enthousiast toen Kraantje eigenlijk met die eerste melodie kwam. Dat vond ik gelijk een heel goed idee. Zowel het concept wat er toen al meteen lag qua tekst als melodie. Ik wist dat wij op muzikaal vlak zouden we wel connecten. Maar ik wist dus niet of wij op persoonlijk vlak zouden kunnen connecten. En daar was ik een beetje zenuwachtig voor, maar ik vond het wel top dat... Oh. Alex belt. Hij zegt de auto is geplunderd. Nee. Nee. Wat? Ben je dit echt? Kut. Oh, ik hoop dit niet.
heel eerlijk dacht ik in eerste instantie, dit is een grap, dit is weer Kraan. Want Kraan, dat is ook weer Kraan, die kan je nooit serieus nemen. Ik weet nooit wanneer Kraan serieus is of niet. Zeg maar, dat is zeg maar zijn, dat nog iets, hij kan ook nog eens heel goed acteren. Dus ik wist niet wat ik wist niet of het een grap was. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me, jongens, we zijn met z'n allen kaart aan het rennen. Dit zou Kraan niet zomaar doen, zeg maar. We kwamen bij de auto en ja, toen was de auto leeg geplunderd. Tassen van mij, van Kraan, van Leon, van Tim, die waren meegenomen. Laptops, iPads, headphones, creditcards, geld, belangrijke spullen. En ja, ik heb het daar best wel moeilijk mee gehad, omdat er wat dingetjes in zaten. Dat ik had net een backup gemaakt in mijn harde schijf, met mijn hele album. En goed, dat komt allemaal wel goed, maar alles gebeurde echt belachelijk snel even. Maar Thomas werd op een gegeven moment een soort van papa, voor ons allemaal hoor. Gewoon alles op te ruimen, schoon te maken, auto's schoon te maken, dingen te regelen, mensen bellen. En hij kwam ook naar me toe van, hé, hey, weet je, als ik iets kan doen, ik ben er. Bel me gewoon, app me gewoon, zeg het gewoon tegen me. Weet je wel, alles wat je nodig hebt, ik heb het. Ik was een soort van boos, verdrietig, neergeslagen. Kraan, die was ook heel erg aangeslagen. Maar ja, Thomas was dus echt een soort van papa, man. Die probeerde iedereen rustig te maken. Hij was super lief van mij ook. En die knuffelde mij ook. En dacht ik, oh ja, hard man. Wel nice. Hard, man. Dat was echt lief. Jongens! Wel kijken, een huisje voor koffie mee. Het gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat je denkt van nou, hè, net even wat opgenomen, ik zit er lekker in, het zou wat kunnen worden. Even buiten kijken en dan in plaats van het platteland waar wij zitten. Dit is wel een uitzichtje hoor. En een hoop van mijn vrienden attendeerden maar op dat hier nogal wat wijnen vandaan komen. Die worden hier in mijn tuin gemaakt. Dus mocht je nou ooit een keertje hier zijn en je denkt van ik neem even een Bernardus en dan vooral de Pinot Noir, denk dan even aan je boy, Kraantje Papi. Hij was erbij toen jouw druif aan het oppoppen was. Lekker zeg. Ik ga je muziek maken. Da-da-da. Da-da-da. Da-d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 a. Toen we uiteindelijk Beroving City verlaten hadden en in een resort voor bejaarden terechtkwamen waar het zalig toeval was. Toen hebben we inderdaad eigenlijk ook weer in anderhalf uur tijd een nummer geschreven zo'n beetje, of geschetst. Ik wou dat ik wist wat de tijd met me deed en dit is wat het is zolang jij bij me bleef. En jij en had iemand anders van met z'n drietjes. Kraan zei ik wil graag zingen en Rolf zei ik wil graag Nederlands. Want dat doen ze eigenlijk allebei niet. Ben ik het op? Ben het dan? En ik wist niet dat ik dat zo missen zou. De afgelopen 2 jaar vond ik lastig. Daar heb ik, als het gaat om het muziek maken voor Kraantje Papi, vond ik het heel pittig om echt goede inspiratie uit dingen te halen, omdat er gewoon geen tyfus gebeurde. En daarnaast ben ik ook ondertussen 35 en ik denk tussen je 30ste en je 35ste, voor mij althans, verandert er best wel veel. Ik denk dat ik echt langzaam afstand aan het nemen ben van die qua jongen die ik altijd ben geweest en heel graag wilde zijn. Maar dat was in deze afgelopen 2 jaar met die pandemie vond ik dat wel pittig. En dat uit te zoeken wie ik eigenlijk aan het worden was. En daar ook muziek aan te koppelen ofzo. Omdat het voor mijn gevoel moest Kraantje Papi nog steeds heel erg seks, drugs, rock'n'roll en in de kroeg zijn. Maar het zou een beetje gek zijn als ik de hele tijd liedjes over de discotheek zou maken. En daar wegens pandemie niet eens kan zijn. Maar ook omdat ik ouder word daar eigenlijk niet meer wil zijn. Op dit moment ben ik op mijn creatiefst als ik voor iemand anders aan de bak moet. Dat gaat me echt heel erg goed af. Liedjes schrijven voor anderen. Praten met mensen, hun verhaal aanhoren en dat omzetten naar een liedje.
Let's go! We zijn hier momenteel zijn we aan de kust bij San Francisco en het stormt hier zo. We moeten kijken of al die mensen hier weg kunnen krijgen, want de pleuren spreken hier alle vijf. Kraan, alsjeblieft, kijk even uit. Leef niet los, Sanchez, yes! Dansen, bro. Nee. Mensen kennen je hier nog niet. Wie het erop? This is it. Bedacht, hij doet iets goed in zijn leven. Ik weet niet wat je doet met mij, maar ik blijf in die motion. Nooit gedacht dat ik het missen zou. Hoe bedoel je dus gewoon iedereen? Gewoon dingen opnoemen. Ja, maar gewoon echt dingen. Nou ja, je kan het verhaal opmaken van ik was daar en daar en ik kwam daar en daar. En toen kwam ik daar en daar achter omdat ik jou en die zag, weet je wel. De D. Smaak je D. Is dat tempo? Mijn vader zei vroeger als eerste al, word jij nou maar acteur, want ik wou de ene keer brandweerman worden, de andere keer rechercheur bij Lijken. Dat ik dan aankom en het op ga lossen. Dan wou ik weer vliegenier worden. Dus mijn vader zei, word jij nou maar acteur, dan kun je alles lekker 6 weken zijn, dan mag je weer een andere baan kiezen. En dat was een heel goed advies. En de decaan van de HAVO, Rob van den Ende, die kwam met het advies om naar de Kleinkunstacademie te gaan, wat helemaal geen populaire school was, want Fame was nog niet op televisie geweest. Ga daar kijken, want dat is werkelijk het enige wat ik kan bedenken dat jij kan worden. En het is ook zo, ik heb wel bij de Amrobank gewerkt, maar ik heb daar werkelijk niks gedaan wat ze voor mij bedacht hadden. Maar toch was ik zeer nuttig en de motor van het team, kennelijk volgens mijn baas. Maar ik heb nog nooit een premie A-woning ook maar in een goed vakje gedaan. Ik zei ook bij mijn militaire dienstkeuring, het is niet zozeer dat ik niet in dienst wil. Ik heb er niet zoveel tijd voor, want ik ga naar de Kleinkunstacademie. Terwijl ik nog niet eens aangenomen was. Dus ik zeg, als je nou het in 6 weken weet te doen, dan kom ik. En dat lijkt me hartstikke leuk, zo'n beetje op zo'n baan rennen en leren schieten en zo. Maar daarna moet ik naar school. De man heeft hartelijk gelachen. Maar ik bedoelde dat serieus. Ik kan niet, want ik moet artiest worden. En dat was ook wel tegen de klip in, want er was een meisje in het dorp, Wies Ingbersen, en die was afgewezen op de kleinkunst. En die kon hartstikke mooi zingen. Dus eigenlijk zei iedereen in het dorp, nou, als Wies het niet lukt, dan gaat het jou zeker niet lukken. Inclusief mijzelf. Ik dacht, nou, als ze Wies Ingbersen niet eens aannemen, dan zullen ze op mij wel helemaal niet zitten te wachten. Maar de cultuur was anders toen ik kwam en daarna hebben Paul en ik de cultuur geheel veranderd. Ik weet niet waarom ik artiest word. God heeft me zo gemaakt, zei Johnny Jordaan. Al bedoelde hij dan zijn homoseksualiteit. Ik bedoel mijn artiest zijn. Hij heeft me werkelijk geen ander talent gegeven. Ik ben een dichter in een boerenlijf, het is niet anders. Dat zei mijn eerste vrouw altijd. Je zou het niet verwachten van mij, maar het komt eruit. En het moet eruit. Ja. De avond gingen we verder met de melodie, tekst, muziek. Het voelde goed, man. En ik denk ook echt wel dat die beroving heeft ons allemaal wel gek genoeg echt dicht bij elkaar, dichter bij elkaar gebracht. Ja, Rolf is werkelijk een schat.
Dat zou je als kind willen hebben. Dat je denkt, dat alles is goed, alles is aardig, alles is zorgzaam. En Kraan komt van de andere kant. Die komt dan meer van mijn kant. Je kastijdt wat je lief hebt. Je maakt grappen over wat je waardeert, zeg maar. Weet je? Je zegt niet dat het een hele lekkere lasagne. Als iemand gekookt heeft, je zegt, nou, valt me alles mee. Weet je? Dat is de Hollandse. Hij is natuurlijk een aangeboren Groninger. Dus. En ik zit daartussenin met mijn West-Friese Noord-Hollandse. Twee waal? Ja, goed. Kop! Maar je hebt ze niet op de tepels. Is dat dan volle? Op mijn tepel. Ja. Ik zag de foto toen je je kind vasthield. Je hebt een foto gestuurd. Niet dat ik echt urenlang naar je foto heb zitten. Maar wel eventjes, merk ik. Maar genoeg. En het is een goud eerlijke jongen, dat zie je aan alles. Dus. Het is niet dat je denkt, nou, dit is een leider van een motorbende die niet te vertrouwen is. Het is een ontzettend goede kerel. Maar waarom heb je al die tattoos? Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat ik gewoon een soort aan het meelopen was met die eerste paar. En toen dacht ik, oh, dit bevalt me wel. Ik moet wel zeggen dat ik heb de eerste arm aan de linkerkant heb ik nog wel een soort van geprobeerd om er iets van te maken. Dat ik dacht van, oh ja, dit vond ik leuk. Er zit er een judoband in, er was ooit de klok. En ik vond mijn opa's, mijn ouders namen staat erop en mijn zusje. Maar toen ik eenmaal die arm vol had. Toen was dat van, oh, doe je maar een diamant, oh, doe je maar een paar lippen, doe je maar een dit, doe je maar een dat. Weet je, dat ben ik wel een beetje los. Het is een ontzettend goede kerel. Hij is namelijk ook heel zorgzaam. En zal altijd zorgen dat iedereen hetzelfde heeft als hij en of het beter kan, snap je? Hij is altijd, hij is gul. Ik weet, succes valt niet super te meten in geld. En dat wil ik ook niet doen, maar komen van rode cijfers en zelfs best wel wat schulden aan het einde van mijn studentenperiode naar dus de eerste keer kerst vieren met de familie dat ik mijn moeder een gouden ketting, gouden armband, mijn zusje een MacBook, een goede vriend van me, een iPad, weet je wel, mijn vader. Zo van dat er echt voor een goede 10 ruggen of zo onder de boom lag. En dat was helemaal niet dat ik dat ik... Dat voelde ik wel, maar dat was zo lekker om dat te kunnen doen. En eigenlijk heb ik dat tot op de dag van vandaag nog steeds wel. Gewoon, ik deel het al met heel de familie. Waarbij precies hetzelfde zou zijn als er geen geld zou zijn. Snap je wat ik bedoel? Nachten zoals dit was ik vergeten. Geld gesmeten, slecht gegeten. Kon niet weten dat ik dit zo missen zou. Ja, vet. Doe maar. Dat vind ik juist hard. Volgens mij zit jij meer op het samen zijn, of niet? Ja. Ja, nou ja, dan denk ik dat we dan toch dit liedje niet met jou doen. Even kijken, kun je iemand Emma bellen? De volgende ochtend zijn we met z'n allen naar de studio gegaan, de Willy Studios in L.A. Training Nemo gewoon, lekker man. Het was sowieso voor mij de allereerste keer in L.A. En dan kom je ook nog eens in zo'n dikke, dikke studio terecht. The Red Hot Chili Peppers hebben we erop genomen. Dr. Dre. Counting Crows, hun eerste album, August and Everything After. Overal waar je maar keek zag je gouden platen, diamanten platen, zoveel miljoenen singles verkocht. En dan zaten we dan in zo'n studio. En Thomas zat helemaal lekker in zijn vel en in zijn nopjes. That's the sound I'm looking for. Nee, ik wilde heel graag dat de Love the One You With vibe wilde ik hebben. En toen heeft Leon een percussionist van internet geplukt. Indrukwekkende trommel en troepenverzameling had hij ook. Grote percussiedoos. I get the picking up backbeats, you know, in the choruses. Cool. Maar hij had ook een deksel met kettingen. En een heel grote staaf met 36 geitennagels eraan. Maar hij was wel goed, ja. Hij gaf precies de vibe die ik wilde hebben. Dat legde meteen een goed tapijt. Ik was ook onder de indruk, omdat hij vertelde met wie hij allemaal gespeeld had. Maar Leon was helemaal niet onder de indruk. Die zei, ja, ze hebben allemaal met al die grote gespeeld. Maar inderdaad, als je 's ochtends gebeld wordt en je kunt 's middags, zou je maar niet zo'n hele beroemde sessiemuzikant zijn. Ja, nu, kom maar dan. Nee hoor, geeft niks. Bye bye, sir. Bye bye. Geen idee. Nooit dat ik iemand missen kon. Wil je dat het een ander ritme heeft of juist niet? Ja, wel. Wel, oké. Okay. Geen idee.
je merkte wel dat Thomas was meer thuis in hetgeen wat we aan het maken waren. Zo van, en dat werkte wel heel fijn. Maar ik had wel ook het gevoel dat hij ruimte gaf en ook wilde dat we die ruimte pakken om hem op de rem te trappen, zodat het niet een Akda-achtige song. Hij wilde heel graag dat wij erin staken wat we te bieden hadden. We gaan het liefst nu de afwas doen in de studio. Als ik nog niet mijn werk hoef te doen. Nou, we zoeken naar de zanglijnen. Wie wat waar. Een draaibare kruk. Nou ja, ja. En dan kunnen we later verdelen, maar dan weten we in ieder geval wat de te verdelen schissel is, zou de jeugd zeggen, denk ik. Dat kan natuurlijk ook alweer oude taal zijn. Jij loopt een leeg hok in, dan hangt de microfoon. Dan moet je je plek zien te vinden. Dus ik doe meestal mijn schoenen uit, of weer aan, of weer uit, of nog een keer uit. Ja, ik zal hem eventjes iets hoger. Ik ga heel veel naar het toilet ook. Dan moet de microfoon op goede hoogte. Klein bongo-spelletje ingehuurd. Nee. Dat is één groot procrastinatiefeest met mij in de studio. Dat heb ik altijd in de studio en dat heb ik ook als ik thuis aan het klussen ben. Doe ik op van de zak. Of als ik iets moet doen. Je weet wat je moet doen, je weet dat je het kan, dat is allemaal niet zo'n punt. Alleen de pest is, je kunt het ook niet doen. Dus daar zit je steeds tussen te rommelen. Het is allemaal afleiding en voorbereiding. Tot het moment dat het kan beginnen. Ja, het is procrastinatie. Ja, luister, soms komt hij met woorden dat ik denk, ik kijk alleen kraan aan, gewoon van, schud gewoon ja. Soms hoor je wel eens van die woorden dat je denkt, ah, onthouden, die gaat mijn vocabulaire in. Ja, is dit niet. Nee. Buiten in de regen, het de kroeg uit, staat te wachten op een taxi die niet komt. En... Misschien ondanks zijn vele ervaring en megasuccessen en hits, was hij misschien wel weer een soort van opnieuw zenuwachtig, omdat hij met een paar van die jonge honden was. Zo van ja, ik kan me wel voorstellen dat je misschien niet helemaal gelooft hoe groot je in onze ogen bent. Weet je, dus misschien had hij wel zoiets van, ja kut, ik wil ook niet te oud lijken of zo, of stoffig overkomen, of misschien dat er onbewust in zat. Nachten zoals dit was ik vergeten, geld gesmeten, slecht gegeten, kon niet weten dat ik dit zou missen zou. Oké, doe nog eens eentje. Nachten zoals dit. Kraan wilde heel graag zingen in plaats van rappen. En Rolf wilde heel graag in het Nederlands. Wat ik eigenlijk zeggen wil. Dat heb ik bewaakt, zeg maar. Dus dat iemand zei, moet er niet toch een paar zinnetjes Spaans in? Toen moest ik Rolf is onmiddellijk bereid om dat te doen. Ik zei, nee Rolf, jij wilt in het Nederlands. Hou je plan vast, weet je wel. Nachten zoals dit was ik vergeten. En Kraan wilde heel graag zingen, maar die zei na twee keer van, nou, zal ik toch niet misschien, zal ik het niet op een andere manier. Nee, je wilt zingen, zing. Dat is denk ik iets waar menig artiest, zeker als je er al wat langer in zit, mee struggelt om dat te durven blijven doen en dat vast te houden. Toch van, hé, misschien weet ik dat beter is, maar dat vind ik leuk om dan die kant te pakken. En kan je ook dadelijk 50 zijn en nog steeds rappen zonder dat het een type of way voelt of zo. Vind ik wel interessant om te kijken of dat haalbaar is of dat het echt een leeftijdsding is. Want als dat het geval is, ja, dan moet ik maar beter leren zingen, dan ga ik wat langer mee. En toen begon hij te zingen en dan zie je dat iemand doet wat hij leuk vindt. En dat is altijd leuk om te zien. En hij kon het goed en hij deed het goed en het was, het geeft een andere dynamiek. Dat is leuk. En mensen verwachten het waarschijnlijk niet van hem. Inderdaad, echt helemaal top. Wil je nog één of twee doen? Ja, ja. Top hoor. Ik moet eerlijk zeggen, dat zijn schatten van jongens, maar ik heb ze ook maar zitten googlen. En ik ben ze uiteindelijk gaan volgen met een 230.000, 680.000 volgers. Je hebt het zelf gezien. Ze zitten de hele tijd op Instagram. Dus als we hun wilden spreken, dan belden we ze op via Instagram. Ik doe wel één keer sappie, ja? Yeah. Mami, heb een sappie op en staat weer op tafel. Ik neem de pijn op en de afwas wel voor lief. En mama met sappie springt weer op tafel. Ja, dat zijn geweldige vondsten. Oké, dat is één. Mami met een sappie op en staat weer op tafel. Het is ook letterlijk dat mijn moeder gewoon altijd op een feest staat zij ergens. In één keer is het 10 uur en dan is iedereen gewoon normaal aan het praten. En dan zie je mijn moeder in één keer klimmen op de tafel. En dan begint ze gewoon te dansen als ze één drankje op heeft. Mijn moeder is gewoon, ik kan jullie wat vertellen. Dit is zo grappig. Dat op een gegeven moment dronk zij bier. En ze zegt, oh, ik voel hem al. En mijn opa zegt, Doris. Dit is 0.0.
Letterlijk. Dus mijn moeder is gewoon al dronken naar 0.0, zeg maar. Dat is mijn moeder. Maar die staat dan letterlijk met een sappie op tafel. En dan neem ik de pijn op maar voor lief. Die is perfect. Ik neem de pijn op en de afwas voor lief. Het is natuurlijk lachen met elkaar, dit maken en zo, mannen onder elkaar en alles. En het is ook superleuk, maar dan zitten we de hele dag zitten we in zo'n hok met z'n allen. En dan vlak voordat ik ga inzingen, dus dan moet ik al zingen, dus ik ben gespannen, weet je wel. Ik heb er zin in, ik wil gaan presteren, mensen kijken. Ja, die Rolf, jongen, die laat wat gaan in dat hok. Ja. Oh, dat hangt hier nog steeds. Jezus. Ja, dat is niet oké. Okay. Dat is niet oké. Okay. Ik ging mijn kant over mijn huig. Bro. Je bent echt een moeilijk rotte bunzing van binnen, jongen. Dat kan echt niet. Wat is dit? Jij bent echt een moeilijk rotte bunzing van binnen, zegt Kraan tegen Rolf. Wat heel grappig is, want het is een wraakoefening van Rolf op Kraan. Die geloof ik, het werd ook een kraantje genoemd. Jongens, jullie moeten even weg, want ik moet een kraantje laten. Dat was gewoon een spreekwoord. Je gaat toch geen kraantje laten, hè? We staan in een lift. En Kraan was apentrots. Ah, daar bouw ik gewoon. Ja, ik vind dat dus echt goor. Nou goed, dan laat ik me verder niet over uit. Ik zou het wel relaxed vinden als mijn vriendin ook een beetje trots is na het zien van deze beelden. Maar die Rolf, joh. Zo kan dus ook. Passie. Ik denk dat ik voor iedereen spreek dat deze trip specialer is geworden dan we alle drie hadden kunnen voorspellen. Zeg je wat ik eigenlijk zeggen wil? Dat ik dit, dat ik jou, dat ik niet dacht dat ik... We hebben wat ups en wat downs meegemaakt. Maar dat allemaal heeft ons denk ik allemaal echt heel heftig naar elkaar toegebracht. Dat ik niet dacht dat ik dit zo missen zou. Ik ben echt gek op die jongens. Echt gek op die jongens. Een echt goede kerel. Ik hoop ze nog vaak te mogen zien. Ik kan wel zeggen dat ik met deze twee mannen, zowel met Kraan als met Thomas, wel echt vrienden ben geworden. Dit was echt een geslaagde trip met een top single. Ik heb er echt zin in om dit te gaan spelen dadelijk met al die mensen.